Hello everybody. Oké, ik dacht dat het een leuk idee was om een soort fashion haul te doen. Ik heb net allemaal nieuwe kleren besteld, want ik ga volgende week, wat al over 3 dagen is, weer school. Weer de boeken in, jongens. Nee, ik heb er eigenlijk wel heel erg veel zin in. Zomer is volgende week. Time to get back to real life. Maar om de pijn wat te verzachten dat ik weer naar school ga, heb ik allemaal nieuwe kleren besteld. Bij een webshop die Shein heet. Ik noem het Shein. Iedereen noemt het anders. Maar daar heb ik dus allemaal nieuwe herfstkleren besteld. Omdat ze een nieuwe collectie hadden. En ik zag dat Riverdale ster Madeline Patch hun nieuwe collectie had geschoten. En er kwamen allemaal best wel leuke dingen voorbij. Daar heb ik allemaal kleren besteld. En ik dacht, waarom film ik niet gewoon? En je weet, als jullie leuke dingen voorbij komen, kun je het ook bestellen. Het is super betaalbaar. En er zitten echt hele leuke dingen tussen. Ik heb wat jurkjes besteld. Een soort joggingpak. Van alles. Ik ga jullie alles laten zien. Zeggen wat ik ervan vind. Hoe het zit. Of de maat oké is. Alles komt in deze plastic bags waar hun naam op staat. En het zijn van die Ziploc bags. Dus ja, het is wel weer, alles komt zeg maar hierin. Dus het is wel weer kapot veel plastic waar ik niet zo van hou. Maar je weet wel dat als je op vakantie gaat, je ook altijd al je liquids die je in je handbagage doet, dat je ook altijd in zo'n tasje moet doen. En daar bewaar ik ze dus ook serieus voor. Dus je kan dit gewoon hergebruiken, wat super handig is. Dus daarvoor, of als je dingen in de vriezer legt, of als je iets in een plastic zakje moet doen, wat je niet weg gaat gooien, dan kan je deze gewoon hergebruiken, wat super chill is. Ik weet niet of ze het daarvoor in die Ziploc bag doen, ik denk het wel. Dat is handig, het liefst natuurlijk helemaal niet meer in plastic, maar ja. That's a long way down the road, denk ik, voor heel veel kledingbedrijven. Sowieso met dingen bezorgen. Als je echt een lipstick bij Douglas bestelt, dan komt het in 180 plastic folie rollen. Dat ik denk, ja, het is niet breekbaar of zo. Je kan het ook gewoon in een kleiner doosje doen en niet met allemaal plastic folie eromheen. Echt helemaal niet nodig. Maar het is dus handig dat je deze in ieder geval kan hergebruiken. En dat is eigenlijk alles wat ik vooraf wilde zeggen, dus let's get into it. Oké, dit is de allereerste outfit. Ik vind dit echt zo'n leuk jurkje. Het is echt, zeg maar, zo'n nepleer en dan zo van die hoefmouwtjes en zo'n leuk kleur. Het ruikt alleen een beetje raar. Maar ik vind het echt super leuk voor in de herfst. Een soort nepleer. Het zit echt heel lekker en ik heb gewoon mijn eigen maat besteld, gewoon een M. En het zit echt prima. Deze is geslaagd. Ik vind alleen die geur is echt heel weird. Misschien dat het nepleer is of zo, maar het ruikt echt een beetje raar. Dat is het enige. En dat je er heel snel in gaat zweten. Ik heb bloedheet in deze lichten. Maar ja, daarom is het ook een herfsthal en geen summerhal. Oké, next one. Oké, ik heb hiervan nu alleen een jasje. Ik dacht dus dat het rokje erbij stond, omdat op het plaatje zeg maar gewoon de volledige outfit stond. Dus dit jasje en dan een rokje zeg maar met hetzelfde patroon en die gouden knoopjes. Maar toen pakte ik het uit, toen was het alleen het jasje. Beetje jammer. Dus nu moet ik het rokje nog bestellen en dan weer verzendkosten betalen. Ik heb nu trouwens geen verzendkosten betaald. Over €75 volgens mij is er geen verzendkosten. Dus ik kan je nu alleen het jasje laten zien. Het is echt heel warm. Echt een hele fijne stof. En het zit ook gewoon goed. Het zit echt heel lekker. Ik heb alleen mijn BH eronder aan nu, maar whatever. Dan meteen met zo'n rokje en dan zo'n soort sailor's hat op of zo ben ik ready om in Clueless 2. Is er Clueless 2? Anders Clueless 3 te spelen. Maar ik vind het echt, ja. Ja, very cute. Ik vind het helemaal zo jammer dat ik wil er dan liever niks onder aan. Omdat ik dit wel mooi vind. Maar dit gaat dan op een gegeven moment zo openstaan. Dus dan moet je er weer zelf een veiligheidsspel in doen of zo. Het zou handig zijn als we zo'n binnenknoop zouden maken dan.
zo'n lichte. Maar ja. It's cute. Oké, next one. Oké, om de haute couture fashion cycle te breken, heb ik ook gewoon een lekker soort joggingpakje besteld. Het zit wel ook echt heel erg lekker. Ik vind het heel schattig. Een topje. Is ook echt leuk. Gewoon rits. Is het maar open. Dicht. Oh ja, nee. Ik voel nu al dat er troubles aan gaan komen met de rits. Ja, oké. Dat is dus iets wat we niet vaak gaan doen. Dat is altijd ritsen en knoopjes en zo. Ik heb het idee dat het daar vaak misgaat met dit soort sites. Dat de knoopjes eraf vallen na een week. Of dat je rits na 3 keer opdoen, zeg maar, stuk is. Dat manufacture-wise. Voor de rest. Maat is ook weer echt gewoon prima. Ik heb ook weer gewoon een M besteld. Het zit echt gewoon goed. Het enige wat wel is, zeg maar, qua maat, qua breedte en zo, is het allemaal is het prima. Maar nou, het broek valt wel mee op zich. Maar zeg maar, op het plaatje sluit dit zeg maar aan. Maar dan zit mijn broek echt iets te ver omhoog. En hij sluit zeg maar wel. Oh, zo ver kan het niet. Maar hij sluit zeg maar wel aan mijn knie gewoon. Bij mijn enkel bedoel ik. Dus dat wel. Sorry jongens, jullie kunnen het niet helemaal zien. Het kan niet verder naar achter. Maar ja, even zo dan. Ja. Hier steekjes. Dus ja, mijn enkel sluit hij zeg maar wel aan. Maar ik heb liever geen blote buik in de winter of zo. Maar ja, ik ben 1,77, dus ik ben ook niet per se de kleinste. Maar ja, dat is misschien iets om rekening mee te houden. Voor de rest, dit is echt super chill. Naar school, geen zin om je best te doen. Dan doe je dit aan. Dus ja, so far so good. Ik ben blij met alles, jongens. Oké, nu iets aangenaam niet bij elkaar hoort. Maar wel cute is samen. Oké, zo. Oh, die rok is echt super leuk. Zorg misschien weten, ik studeer kunstgeschiedenis, dus dit is echt de rok voor mij om mee naar school te gaan. Echt heel erg leuk. Dit is toch amazing. Oh ja, deze echt super cute. Ja, dat is voor de rest niet heel veel aan te passen. Het is gewoon een elastieke waistband. En zeg maar zo'n ja, zo trapsgewijs gevouwen, zeg maar. Ja, en lang dus. Hij komt echt wel bijna tot enkel. Oké, back to the top. Deze is echt. Ik ben hier echt verliefd op. Ik voel me echt een ballerina. Dit moet je leuk vinden, denk ik. Zo'n vierkant afgesneden, zeg maar. Maar ik vind het echt heel erg mooi. En dan die mouwtjes. Het is trouwens een body. En dan heb je zeg maar zo alleen mooi de top. Ja, ik vind dit echt super leuk. Wat ook heel chill is, wat ik soms heb met bodies, is dat het zeg maar hier allemaal prima zit. Maar dan beneden, zeg maar bij het klittenband, trekt het zo ongelooflijk hard. Echt een gekke wedgie zo up in your ass. En van voren ook. En deze is echt gewoon ook weer deze. Ik heb deze ook in een M besteld volgens mij. Het zit echt lekker prima. Lekker ruim. Heel chill. Dat is echt heel fijn. Ik vind dit echt heel mooi. Die poefarmpjes. Dit is gewoon. Het schijnt door, zeg maar. Een soort satin. En dit zijn een beetje van die. Ja, ik kan het niet echt super goed zien. Oh ja, kijk, van die ribbeltjes. En. Oh ja, dat kan ook. Maar ik wel strapless BH aan nu. Dat vind ik wel het mooiste, denk ik. Als dit zeg maar zo open. Ja. Ik vind deze echt heel mooi. Achterkant. Dus ook zo vierkant. Ik vind het samen ook echt wel echt heel cute. Oké, next one. Dit is de volgende. Echt een heel leuk jurkje. Deze is wel een beetje. Mijn mouw is een beetje strak. Echt zo'n beetje wel. Een.
een officier vind ik dit meer lekker professional, zeg maar. Ja, mouwen zitten wel echt een beetje strak. Dit is ook weer gewoon een M, maar het is wel een strak jurkje ook, natuurlijk. Voor de rest zit hij op zich prima. Het is wel echt rekstof, dus het rekt wel gewoon mee. Alles zo, als je hem dan een maatje groter wordt, dan sluit hij hier misschien weer niet aan. Dat is dan ook weer niet zo mooi. Maar hij is wel, dat vind ik juist mooier aan, dat hij mooi aansluit. Zeg maar tot over de knie. Hij is mooi lang, ook chill voor in de herfst. Met een strik in het midden. Roodje patuin. Achter zit een rits. Enige nadeel, die krijg ik dus niet meer verder zelf dicht. Ik ben best wel lenig. Ik kan echt gewoon dit doen. Dus op zich zou ik dit moeten mieten, maar... Oh, wacht. Zit die dicht? Zijn ze die dicht? Oké, nou, dat is het enige nadeel. Waarschijnlijk heb je iemand nodig om in die jurk te komen. Als je niet, zeg maar, zo hoog kan komen met je handen. En dan zeg maar weer... Die rits is best wel stroef. Dus het is niet ook alsof je even... In deze positie kan je er al niet heel veel kracht zetten. Dus dat die zo stroef is, dat werkt niet echt lekker mee. Ja. Yeah. Het is af en chic. Ik vind het wel cute. All the mood of the day, we got a dress. Alright, next one. Oh my god, oké, bloedheet, Jesus Christ. Dit colletje besteld, maar dit... Sorry, hier past een baby zijn hoofd niet eens doorheen. Het is echt niet normaal. Nu zit het prima, maar mijn hoofd doorheen te krijgen was echt de hel. Doe dit shirt eerst aan voordat je make-up opdoet. Of je moet een zo'n ding hebben. Kan er niet opkomen. Het is een soort sjaal, zeg maar, voor om je make-up te beschermen. Of je kleding te beschermen tegen je make-up. En hij is. Vies strak ook wel. Oké, ik merk dat met dingen met lange mouwen. Die. Zeg maar. Die echt aansluiten en strak zitten. Is misschien handiger om een maat groter te bestellen dan dat je eigenlijk hebt. Ja, het past op zich wel, maar. Ja, zoals Fred van Leer ooit zei: alleen omdat het past, betekent nog niet dat het je maat is. In dit geval kan het. I think I'm okay. Ja, het is prima. Het is een cool. Eigenlijk omdat ik hem alleen erbij besteld. Voor dit geweldige rokje. Oh my god, how amazing is this. Ik vind hem echt heel erg leuk. Wat ik wel altijd heb met rokjes of broekjes in je waist, zeg maar. Hier staat het dan boel, zeg maar, helemaal zo lekker open. Dit wordt eigenlijk volgens mij ook een soort van aansluiten. Maar, ja, yeah. It doesn't. Omdat ik hier gewoon breder ben en hier dunner. Dus dat is story of my life, people. Maar echt heel leuk met een brede riem, zeg maar, eromheen. Die ik ook wel iets strakker kan doen. Misschien helpt dat. Wat ik alleen dan heel raar vind, zeg maar, is die riem is zo... Is echt heel breed. Wat super leuk is. Maar dan is het gespje is vet smal. Kijk. Dat echt. Kijk, hoe dan? Dan moet je een soort van doorheen duwen. Maar dan kan het natuurlijk niet anders dat op dit helemaal zeg maar een soort van op gaat rollen. Ja, dat is niet ideaal, jongens. Kijk, dat vind ik echt een beetje stom. Dat is gewoon mooi breed. En dan moet je het hier moet je zo bij elkaar gaan krampen. En dan is het aan het einde weer zo'n brede flap. Ik vind het voor de les, ik vind het zo asymmetrisch. Het is wel echt een heel leuk origineel model, zeg maar. Dat is ook zeg maar nepleer weer. Ja, dit had wel iets meer aan mogen sluiten. Zo'n model is heel leuk, maar de maat... Ik weet niet, misschien had ik hier wel van misschien wel een maat kleiner gedaan. Dat het achteraan iets meer had aangesloten. Ja, stuifgevallen jongens. Ik vind het model echt amazing. Maar het gaat meer om de pasmaat en dus om de riem. Ja, de top is very warm met deze lamp. En het feit dat het weer 24 graden is. Maar goed, like I said, herfsthal. Ik denk dat het was. Ja,
Oh nee, wacht, ik heb ook Sida besteld. Zal ik het even omdoen? Ja, wacht, ik ga het ook even omdoen. Oké, ik had dus ook Sida besteld. Ik was vergeten omdat ik al een deel al heb omgehad. Oké, ik ga ze niet allemaal omdoen, want dan ben ik 3 uur bezig. Maar dit is 1 set armbandjes die ik nu laat zien. Dus die krijg je zeg maar allemaal als je het bestelt. Blauw. Yo, ik kan vandaag echt niet op woorden komen. Nou, het armbandje zeg maar is blauw. Het is gewoon touw volgens mij. En dan midden is een wereldbol van goud. Not real, of course. En dan die cuffs in het goud. Met blaadjes. Ook gewoon een kettingje met een infinity teken. Een cuff met zeg maar 3 diamantjes aan weerszijden. En eentje met een blaadje en een diamantje. En aan de andere kant, hoe noem je dit? Het gaat lekker vandaag. Gewoon een dingetje. Zo'n pendeltje, zeg maar, aan de andere kant. Ja, deze is dus echt, kan je ook zien, is een stuk dikker. Deze is heel sterk en die blijft gewoon, als je hem samen knijpt, zeg maar, blijft die gewoon voor aan je arm zitten. Maar die andere twee zijn echt wel een stukje dunner. En die schuiven dus vrij makkelijk naar achter. Dus het is hiermee leuk natuurlijk om het zo allemaal achter elkaar te hebben. Maar ik weet niet of ik gewoon, ja, ik heb niet de dikste polsen ter wereld, maar ook niet de dunste. Maar ja, ze schuiven mij heel snel naar voren. Ook deze, kijk, ze zijn best wel lang. En je kan hem eigenlijk maar tot hier in het kettingje doen. En dan is het bij mij gewoon te groot en er zijn geen maten. Dus het schuift allemaal super snel naar voren. Het is wel echt heel schattig. Dan heb ik nog oorbelletjes. En ook gewoon alles wat je ziet op het plaatje krijg je erbij, zeg maar. Het zijn er 4 volgens mij. Wow. Dat was een heftige R. Ik heb al een R, maar in die zin was het intens. Oké. Okay. Ja, op zich is dit echt gewoon hoe het eruit ziet. Er is er eentje zo met een soort kettingje eraan. Dit is met een soort sterretje. En ze hebben dus allemaal ook met een ster en met een soort spikes aan het eind. En ja, 4 zijn het er. En deze met ringetjes eromheen. En ze hebben dus allemaal zo'n sluiting. Ja, zo eentje. Dan moet je nog goed mikken en dan hem erin drukken. De eerste keer gaat het super stroef, dus ik zou ze eerst gewoon een paar keer open en dicht klikken. Want zijn begin ging het echt heel stroef open en ik maar, dan zit je zo te klooien en je ziet niks. Dus dat zou ik eerst doen en daarna werkt het op zich wel prima. Ik hoop ook dat ze dicht blijven zitten. Dat het niet op een gegeven moment te losjes wordt en ze dan open springen. Maar dat zien we wel. En ik heb deze hele mooie ketting die ik nog niet uit elkaar heb gehaald. Want ik merk, ik heb zo'n ketting zeg maar waarin het 1 ketting is, maar 3 bedeltjes. Dat het super snel in de knoop gaat zitten. Dus ik heb hem nog even hier aangelaten. Laten jullie even zien. Dit is een engeltje. Niet zwaar of zo. Een hartje. En I guess Maria. Dus dat is allemaal super schattig. En dat was het denk ik. Mijn batterijlampje is alweer aan het knipperen. Ik ben bang dat mijn camera zo uit gaat vallen. Maar daar heb ik alles aan gehad. Overal was het echt helemaal prima. Ik vind het echt een super fijne site. En het is heel erg goedkoop. En voor wat je betaalt en wat je ervoor terugkrijgt. De kwaliteit is overal echt heel goed. Het enige ding is echt knopen en ritsen. Ik denk dat die er gewoon snel afvallen. Ik heb hiervoor al 2 keer bij hun besteld. Op zich de ritsen die ik heb doen het wel nog goed. Oh, en elastiekbanden trouwens. Ik heb een jurk besteld en daar is een elastiekband. Dus op een gegeven moment gewoon gone. Ja, dus dat zijn dingen waar je misschien iets voorzichtiger mee moet zijn. Dat is gewoon fragiel en dat
werkt nog niet zo goed bij hun. Ik denk dat hier mijn favoriete echt wel die body is met die plofmoutjes, die zwarte. En ik vond het groene jurkje die ik als eerste aan had ook echt heel leuk. Ook met plofmoutjes. Ik denk dat ik een ding voor plofmoutjes heb. Misschien moet ik weer terug naar de jaren 80. Zeg dat goed? Don't lynch me. Volgens mij is het jaren 80. En ik ben ook trouwjurken had met van die dingen. Geweldig. Mijn favoriet. Ja, ik ben gewoon heel disappointed dat dit zeg maar niet aansluit. Dat vind ik echt heel erg jammer, dat witte rokje. Is een beetje jammer. Zie je daarna zijn super cute. Ik ga ze nu niet allemaal in en omdoen, want dan ben ik nog half uur bezig en ik heb wat ruimte uitval. Maar het is gewoon, ik zal alles in de description box onderaan zetten. Waar ik het vandaan heb en waar je plaatjes kan zien. Het is echt gewoon zoals het eruit ziet op het plaatje. Er is echt geen verschil, dus dat is ook mooi om te weten. Oké, ik werd afgebroken omdat mijn batterij leeg was. Dus die heb ik even opgeladen en we're back. Nu trouwens, ik heb de ketting heb ik om. Oh, waar is het bovenste dingetje nou? Oh, hier. Die vind ik echt heel erg leuk. En ik heb deze even ingedaan. Het zijn er vier, maar ik heb er even twee ingedaan. Die zijn echt super tof. Ik vind ze echt heel leuk. Het zit allemaal prima aan. Nou, ik zei al wat mijn favoriet was en wat ik iets minder vond. Maar nogmaals, overal vind ik producten bij hun echt heel fijn. En worden ze steeds meer de maat steeds gerichter. En kloppen de maten ook echt wel steeds meer. Maar ik ben eigenlijk super blij met alles. Dus is absoluut voor herhaling vatbaar. Ik hoop dat jullie wat leuke dingen voorbij hebben zien komen. En ik denk dat ik dit wel vaker ga doen. Het is toch chiller om het niet alleen op de site te zien, maar ook iemand die het thuis al heeft ontvangen om te zien hoe alles staat en zo. Dus tot de volgende fashion haul. Doeg!